Dan willen we graag Iris Boks naar voren vragen. Ik weet niet waar Iris... Iris zit hier. Ja. Iris, neem je de middelste stoel? Ja. Dan kom ik er ook even voor de desk bij zitten, want er is iets meer plaats op het podium. Iris Boks is net afgestudeerd. Klopt. Aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze is afgestudeerd als fotografe. En ik leerde haar kennen als een maakster van iets dat beweegt. Zullen we dat ook laten zien? Laten we dat eens even zien misschien en dan verder praten. Ja, want er zit namelijk een stukje zwart wat vrij lang duurt. Dus ik denk, ik zet hem er alvast in, maar praat rustig even verder. Het is volgens mij ook wel een filmpje waar je overheen kan praten. Ja. Maar toch. Volgens mij is het ook wel zo zen dat iedereen zijn mond... Nee, dat is een compliment. Dat is een compliment. Ik kan hem ook gewoon uitzetten, we kunnen nu het gesprek. Zacht zit en dat we verder praten terwijl het doordraait, want andersom duurt het te lang. Ja, precies. Zet ik het geluid zachter? Vinden jullie ook dat het te lang duurt, dames en heren? Ja. Oké, het is op allerlei plekken ook te zien op de website van Iris zelf, denk ik. Ja. En die heet? www.irisboxphotography.nl. Hartstikke goed. En voor wie dat veel te lang is, kan het ook op PhotoQ op de multimedia pagina vinden. En dat heeft er... Morgen op een expositie op de Lauriergracht 160 in Amsterdam. Ja. Gaat, mooie reden om, om je weer te zien. Het staat mede op PhotoQ omdat ik er als hoofdredacteur van PhotoQ een prijs aan heb gegeven. Namelijk bij de Photo Academy Awards. Vond ik van de inzendingen die daar waren voor multimedia dit het interessantste, interessantste inzending. Mm-hmm. Voor de mensen in de zaal is het misschien goed om te weten dat er geen inzendingen waren die je fotojournalistiek kunt noemen. Dat hoeft ook absoluut niet. Wat ik grappig vind is, we zien bewegend beeld en staat ook bijna stil. Waarom maak je zoiets? Nou ja, dit heb ik in de opdracht voor het Nederlands Danstheater gedaan. En nou ja, de opdracht begint al bij dat je persmateriaal moet maken. En... Ja. En nou ja, daar dan, sowieso maak ik veel filmpjes eigenlijk. Daar ben ik al sinds het tweede een beetje mee begonnen. En best wel snel was ik klaar met eigenlijk stilstaan beeld. En nou ja, als je persmateriaal moet maken, kan dat dus ook op het internet. Waarom was je klaar met het bewegend beeld? Met staanbeeld, sorry. Nou, ik vind het heel snel heel statisch worden. En ik ben op zoek altijd, ik ben bezig met transformatie, ook met elk werk wat ik doe. En dan, ja, transformatie en dynamiek kom je al snel bij film. En je hebt de derde laag, en dat is muziek. Ja. En deze muziek, dat is ook een bestaand stuk, ook wat in, het, in de voorstelling ook te zien was, dansvoorstelling. Maar eigenlijk doe ik in de, met de muziek weer direct hetzelfde als ik wat ik hier ook doe, is weer het construeren van flardes eigenlijk continu. En in muziek kan dat ook. Dus ik heb weer teruggedraaid, weer teruggespoeld, allerlei kleine fragmenten uit het origineel gehaald en dat zo toegepast. Hoe krijg je die mooie vloeiende overgangen? Via morf, een programma. Maar dat het lijkt een beetje als iets wat onder water is, hè? En dat was volgens mij ook de titel, toch? Daar had iets mee te maken? Nee, dat had niet. Oké. Maar ik heb namelijk de presentatie voor de Photo Academy Award gemaakt. En er zat een stil bij en dat was in een badhuis of zo waar dit... Wat was dat voor een stil? Ja, dat is in het Regentest Theater in Den Haag, is het uiteindelijk geëxposeerd. Ja. En dat was, ik wist ook dat een oud zwembad werd geëxposeerd. Het was een oud zwembad? Ja, okay. Dus daar is het wel een beetje naartoe getrokken, maar het is in samenwerking met een fotograaf gemaakt. En deze settingen hebben we ook gezamenlijk heel erg bepaald. En, dus die ook, nou ja, die, de lucht, de blauwheid en een soort van tijdloosheid, dat zit ook in het stuk.
Ja. Dus vandaar dat, dat ja, zo is dat. Zou je dit een bewegende foto durven noemen? Ja, op zich wel. Maar wat ik heel erg interessant vind, is eigenlijk de tussenbeelden die elke keer ontstaan. Want dat vind ik helemaal... Kijk, iedereen kent het cliché morph-programma wel. Van, wauw, het lijkt op George Clooney. En ik laat mezelf morphen naar George Clooney. Dat soort dingen. En, maar ik vind het juist heel tof om, om het eigenlijk heel imperfect te doen. En dat je juist imperfecties krijgt en vervormingen en, van het lichaam eigenlijk. Ja, ja. Nu heb je fotografieopleiding gevolgd. Welke onderdelen van de fotografie gebruik je nou om dit soort dingen te maken? Nou ja, het begint bij stilstaand beeld voor mij. Ik begin altijd in foto's te denken en uiteindelijk resulteert het meestal in een film. Maar dat is voor mij ja, de start voor een project eigenlijk. En, ja, en ook wat hier voor deze film uiteindelijk, dat, kijk, je bent met dansers bezig. En dit is ook allemaal op trampolines gefotografeerd. En ja, wat ik zei, het gaat ook over controle hebben en het niet controle hebben eigenlijk. Want dansers hebben het over fysiek lichaam, echt elk spiertje weerzes. En ik zat te denken van, oké, hoe kan ik die mensen in godsnaam fotograferen zoals, nou ja, dat ze ontspannen zijn. En juist die controle weer verliezen. En dat toen zo gedaan. En dat, ja, dat start bij een foto. Ja. En dan die vertraging die ervoor zorgt dat de aandacht bij de beweging terechtkomt. Ja. Dat je extra op elk spiertje en elke hand die zo gaat. Ja, prachtig. Maar. Zou jij je kunnen voorstellen dat zoiets dergelijks geproduceerd zou worden voor bijvoorbeeld een iPad-app van een theater? Absoluut, ja. Nee, dat zou bijvoorbeeld een hele mooie toevoeging kunnen zijn. Lijkt me te gek, ja. Ja. Want ik vind sowieso, als je ook een flyer ontwerpt, of dan begrijp ik eigenlijk niet waarom je nog een flyer zou maken. Want je kan ook nu als promotiemateriaal direct een klein bewegend filmpje maken. Ja. En dat, ja, ik denk dat nu heel erg leuk is. Om te doen. Ja, we hebben natuurlijk ook in winkels tegenwoordig heel veel van die point-of-sale schermen. Hè, die achter een etalagescherm staan of op een balie staan. Mm-hmm. Daar zou je dit soort dingen natuurlijk ook kunnen doen. Stel dat het iets is bij een VVV-kantoor of een stadsschouwburgkantoor. Zouden dit soort dingen ingezet kunnen worden? Het lijkt me te gek als je dit als screensaver op je iPhone kan doen. Dus het lijkt me ook een hele mooie. Ja, ja, dat, absoluut. Dus je ziet mogelijkheden in multimedia. Absoluut, ja. Maar ja, ik snap ook niet waarom niet eigenlijk. Van, ja, voor mij, ja, je moet wel de ambitie hebben met bewegend beeld te werken. Maar als je hier hele krant, ja, dat is aan het verdwijnen. Dus waarom? Ja. Maar ja, je moet wel leuk vinden. Oké, okay, ja. De jonge generatie antwoord. Ja. Ja. Absoluut. We hebben het van tevoren voor de pauze gehad over bedrijfsvoering, economische verdienmodellen. Mm-hmm. Ben je daarmee bezig? Ik heb 1,50 op mijn bankrekening staan. Oei. Ik word er even heel stil van. Ik moet mijn portemonnee ook maar even natellen. Ik wil even weten of er vragen zijn aan Iris. Wie wil Iris iets vragen? Wie wil vragen hoe ze dat heeft gedaan? Of hoe ze... Er kunnen ook vragen via Twitter gesteld worden, overigens. Er was een vraag via Twitter van jammer dat wij niet mee kunnen twitteren. Ik probeer het een beetje in de gaten te houden. Dus hebben jullie vragen, stel ze dan ook eventueel via Twitter. Noem er één. Nou, ik zit al even te kijken of er al een vraag gesteld is. Maar volgens mij geen vraag. Nee. Iris, hoe ga je nou verder? Want je hebt 1,50 op de bank staan. Wat, ja. Heb je plannen? Kun je daar iets over zeggen? Ik heb heel veel plannen, absoluut. Of het geld gaat opleveren, dat weet ik nog niet. Maar nee, ik ben nu voor een expositieruimte ben ik aan het opzetten. Mm-hmm. Dus ook op Lauriergracht. Ja. En daar hoop ik financieel iets uit te halen. En dat is een ruimte die voor alles eigenlijk mogelijk is. Ja. Waar je expositie kan doen, maar ook een diner kan geven. En dat allemaal een beetje in het creatieve kader. Ja. En die expositie die ik nu ook georganiseerd heb, gaat ook eigenlijk over multimediale kunst. Want het zijn 5 meisjes van de academie ook. En wij doen allemaal eigenlijk, zijn een beetje een soort van haat-liefde verhouding met de foto eigenlijk. Ja. En daar zijn we een expositie nu ook. Allemaal multimediale projecten. Ik denk dat we daar wel een beetje naartoe moeten. Maar. Ja, absoluut. Ook. We zitten hier in een omgeving van journalisten, fotojournalisten. Verhalen vertellen, is dat ook iets waar je mee aan de slag gaat, denk je? Ja, maar wel op mijn manier. En dat is vrij sferisch. En, dus niet zoals een fotojournalist. Nee, geen journalistieke ambitie. Nee. Hoe lang doe je over om dit te maken?
Ja, lang. Maar, ja, jeetje. Even kijken, ik heb hier... Want eerst, nou, eerst het hele fotomateriaal. In, hele... Ja, en dan, ik heb ook toen, was het tijdens mijn eindexamen, ik denk 2 maanden. Maar niet elke dag, ja. Het gaat wel veel tijd, ik denk rond de 2 maanden, ja. Wat kost het om te laten maken? Ja, dat zijn moeilijke vragen natuurlijk. Heb je een honorar aan iemand van, je hoeft niet te vertellen hoeveel hoor, maar heb je een honorar aan iemand van het Nederlands Dans Theater? Nee. Ja. Nee. Okay. Daar valt, ik zie allemaal gezichten van, ja. Huh? Gaat hier. Het is natuurlijk een examenstuk, hè? Ja. De 8 november doen we hier in Pakhuis de Zwijger opnieuw een foto-evenement. Dat heet de Donkere Kamer Fotografie van Nu. 8 november is te vroeg. Maar in januari doen we het weer. Mm. En ik wil je eigenlijk vragen om met mij te praten om om zo'n flyer of een ja, flyer, ja. Maak iets voor januari voor de Fotograaf Federatie als aanzwenger voor die avond. Een aanbod. Klinkt leuk. Moet je wel weten wat het kost. Ja, dan vraagt de zaal hoeveel honorarium. Dit is, dit was geen praktijkopdracht. Ja. Oké, okay, nou, kijk aan. Ja. Kijk aan. Ik denk wel dat we op de tijd moeten letten, Edi. Ja, okay. Ik wil Iris ongelooflijk bedanken voor jouw aanwezigheid hier en het tonen en het vertellen. Dan gaan we door naar de volgende gast. Yes. Maar in ieder geval al een opdracht. Ja, heel mooi. Dankjewel. Oké. Okay.